Ik ben meestal niet van de extreme positief, of tenminste extreme opportunistisch, maar ik dacht van 14e plaats moet haalbaar zijn. Dus ik vind het een hele mooie beleving om hier bij FC Dordrecht aanwezig te zijn met deze verschitterende wedstrijd. Dordrecht gaat deze jaar 10e plaats. Een paar biertjes bij je dan... Dat is in ieder geval wel goed gekomen. Dan is het goed, hè? De sfeer zat er vrijdagavond goed in voor de start van het seizoen van FC Dordrecht. Een paar uur later waren er alleen minder redenen om te lachen. Want de eerste wedstrijd in het sinds anderhalve week zogenoemde Matchaholic Stadion leverde een nederlaag op. Het werd 0-2 voor tegenstander Roda JC en ondanks dat het verschil op het scorebord niet zo groot was, werd het duel toch vrij kansloos verloren. Ja, je wil altijd het seizoen lekker beginnen en zorgen dat je in een flow terechtkomt. En ja, dat is vandaag niet gelukt. Ja, als je twee goals zo weggeeft, ik vind dat je niet eens heel slecht de wedstrijd begint, maar je geeft echt twee goals op een belachelijke manier weg. Ja, dan is het ook wel moeilijk om te reageren. Alleen ik vind wel dat het aantal spelers niet het niveau haalde die we de laatste weken gezien hebben. Dus daar maak ik me ook een beetje zorgen in de zin van ja, is het omdat het de eerste competitiewedstrijd is ineens. Dan zou het juist de goede reden moeten zijn om te vlammen. Ja, maar als je niet tegen die druk kan. Maar goed, ik denk ook wel dat we die goede ploeg een beetje makkelijk maken. Doordat als je in de eerste helft kijkt, dat we een beetje een paar gevaarlijke counters krijgen weer tegen. Dat komt bij hun het goede gevoel komt er natuurlijk in. Met die snelle gasten voorin daar zo, weet je juist dat soort momenten niet mogen gebeuren. Dat gebeurt dan wel, krijgen zij een goed gevoel. En dan inderdaad ziet het eruit alsof wij een beetje achter de feiten aanlopen. Ik merk ook, je bent nog soort van zoekende, een beetje in verwarring van wat is hier nou gebeurd. Zeg ik dat goed? Of? Ja, het is een wedstrijd met heel veel facetten. Je kan niet zeggen dat het super slecht was. Want nogmaals, je laat al met vragen zien dat je echt leuk wil voetballen. Alleen je wordt afgestroefd op dingen wat je eigenlijk niet verwacht. Op maandag 15 augustus is de tweede speelronde in de keukenkampioendivisie. Dan nemen de Dordtenaren het in Eindhoven op tegen Jong PSV.